Open VLD Borgerout heeft in haar verkiezingsprogramma grootse mobiliteitsplannen opgenomen. Zo willen het de Turnhoutsebaan baan herwaarderen door het volledige openbaar vervoer ervan onder de grond te steken. We zouden eindelijk die pre-metro in gebruik willen nemen, zodat de Turnhoutsebaan baan terug kan, kan worden heropgewaardeerd, terug de grandeur van vroeger krijgt. Een diftig voetpad, een mooi fietspad en traag verkeer met de wagens erover. Met de plannen van het huidige bestuur van Borgerhout om het Morkensplein volledig verkeersvrij te maken, gaat lijsttrekker Thomas Hermans niet akkoord. De mensen van de ene wijk van Borgerhout Rout zouden volgens de plannen van het huidige bestuur niet meer langs het Morgensplein naar de andere kant of naar een andere wijk in Borgerhout kunnen gaan met de wagen. En ik vind dat een verkeerde beslissing. Op het vlak van veiligheid wil Open VLD op districtsniveau een schepen van veiligheid. Omdat we dan eigenlijk een, een beter communicatiemiddel hebben tussen enerzijds het district en de gemeenteraad in Antwerpen. Um, dat kan een doorgeefluik zijn van eigenlijk wat dat de lokale wijkproblemen zijn in zaken veiligheid. Wat betreft onderwijs, vindt de nummer twee op op de lijst van Open VLD, dat er in Borgerhout meer kwaliteitsvolle scholen nodig zijn. Er is niet alleen tekort aan scholen, maar de kwaliteit van de scholen is ook niet helemaal optimaal overal. Daardoor dat verschillende bevolkingsgroepen hun kinderen uit Antwerpen en Borgerhout ook weghalen om buiten de stad naar school te gaan. Voor het Krugerplein wil ze dat het districtsbestuur investeert in speeltuigen voor de allerkleinste, in meer controle op sluikstorten en in pleinverantwoordelijken. Het Krugerpark bij ons achter de buurt, daar uh, is een heel mooi speeltuig aangezet, maar dat is niet echt aangepast aan de allerkleinste. Daar moeten ze toch ook wel een beetje rekening mee houden. En, uh, er is een grote overlast aan afval. Er zijn wel vuilbakken, maar er moet korter op de bal gespeeld worden. Dat een afval beter gaan opgeruimd worden. En misschien pleinverantwoordelijken voor jongeren. We hebben nogal last van ja, allez, hangjongeren die zich daar vervelen. Misschien kan misschien ludieke voetbalwedstrijden of basketbalspelen organiseren.